Ik ben de eigenaar van Joustens Toeverzorgers. Joustens Toeverzorgers is in die zin een sociaal onderneming. En wij zijn daarnaast een industriële hersenvederij. Dat houdt in dat wij mensen en meubels een kans geven. Omdat elk meubel, maar ook elk mens kwaliteit in zich heeft. En wij doen hier elke dag niet anders dan kijken van wat kan je, wat voor potentie heeft een mens, wat voor potentie heeft een meubel. Ik kom van een WSW-bedrijf en doen we naaimachine stikwerk bij Joustra. Ik ben Sarah Wener. Gezellig, een gelukkige collega. Er wordt lekker hard gewerkt. Nou, wat ik zo mooi aan vind, dat is vooral met je hand bezig. Werken, dat noem ik gewoon werken, dat vind ik mooi. En dan alles overnieuw opbouwen. En dan met leuke collega erbij en dat stofferen. Dat vind ik mooi. We hebben allemaal wat, we hebben allemaal onze grenzen. En wij halen de grenzen graag weg. We kijken gewoon naar wat je kan. Wij vragen of dat mensen hun best willen doen. En je wilt je inzetten voor iets, dan heb je je eigenlijk altijd al automatisch een beetje een plekje. Als jij het vak kan leren, je hebt het goed in de vingers en je hebt de motivatie. Dan maakt het ons niet uit of dat je er 100 op een dag kan doen of dat je er 10 op een dag kan doen. Dat is voor ons goed genoeg. Ja, en dat biedt toch wel wat meer perspectief. En dat is ook onze missie. Dat we gewoon mensen en meubels een kans geven. En dat je daarmee en circulariteit stimuleert, dat je duurzaamheid stimuleert, dat je inclusiviteit bevordert. En dan zie je gewoon dingen gebeuren die je van tevoren niet had gedacht. Dat de beperkingen wegvallen. Dat mensen zich kunnen ontplooien tot een vakman. Ik vind het geweldig om te doen. Als het aan mij ligt, tot aan mijn pensioen. Ja.